En dat ik eigenlijk nu van start ga. Vind je dat goed, Jacqueline? Die heeft zijn microfoon al uit. Nou, prima. Goedemorgen allemaal en welkom. Fijn dat we vanochtend weer een aantal updates met elkaar kunnen delen. We hebben, als ik al zei, een hele volle agenda. Dus ik ga het zelf proberen kort te houden met een paar actualiteiten voordat we naar onze sprekers gaan. Mochten er vragen zijn aan mij, stel ze in de chat of neem even contact op na het ontbijt. En de sprekers zullen u zelf de gelegenheid geven om vragen te stellen. Even kijken, ja, mijn slide staat online. Ik begin even met de lobby. We zijn momenteel bezig om onze lobbyboodschappen te formuleren als Delta Links in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. En vanuit het domein infra kan ik alvast enkele punten noemen. Allereerst gaan we de overheid vragen om het budget voor onderhoud infrastructuur te borgen. En waarom vragen we dat? Want dat geldt zowel voor de infrastructuur boven als ondergronds. Wij zien natuurlijk het begrotingstekort oplopen. Het is nu geraamd op zo'n 68 miljard, maar waarschijnlijk zal dat nog hoger worden met de oplopende werkloosheid volgend jaar en de dalende belastinginkomsten. En je kunt er dus donder op zeggen dat er een vraag naar de ministeries zal gaan om budget in te leveren. Dus ook bij IMW. En dat zou mogelijk effect kunnen hebben op de budgetten van Rijkswaterstaat, maar ook het geld wat naar de gemeente stroomt. En in onze ogen levert dat onacceptabele risico's op voor de veiligheid, voor de bereikbaarheid en voor de doorstroming van personen en goederen van en naar ons gebied. En je kunt zeggen dat we op de zaken vooruit lopen, maar we kaarten het liever nu alvast aan. Want we zien wat de impasse in het stikstofbeleid met de ontwikkeling in ons gebied doet. Daar moet niet ook nog een hoofdpijndossier over geld voor infra bijkomen. Dus daar gaan we een van onze hoofdpunten in het lobbydossier van maken. We worden daar ook door een aantal andere koepels in gesteund. Bijvoorbeeld Bouwend Nederland heeft recentelijk de noodklok om hetzelfde geluid bij monden van Maxime Verhagen. Want hij gaf ook aan dat er per jaar minimaal een miljard bij moet om alles op orde te houden. Het staat Rijkswaterstaat vrij om daarop te reageren straks, maar ik begrijp dat dat wellicht niet in de expertise zit van de sprekers die we vandaag hebben. Maar voel je vooral vrij om erop te reageren. Wij gaan het in ieder geval aankaarten in onze lobby. En daarnaast gaan we ook extra aandacht vragen voor de publiek-private samenwerking in het verbeteren van logistieke processen in de haven. En daarbij denken we niet alleen aan efficiëntie, wat voor iedereen belangrijk is, maar we denken ook zeker aan veiligheid. En veiligheid is een taak die we als bedrijven als verantwoordelijkheid hebben, maar de overheid ook. En in het havengebied waar we opereren, daar hebben we nu eenmaal een buitengrens waar een groot deel van onze import en export passeert. En dat vraagt dus ook om een goede handhaving. Nou, als je naar een voorbeeld kijkt, dan noem ik het douanegoederenvolgsysteem. Dat is een project wat we ongeveer een jaar geleden gestart zijn, met als doel om zoveel mogelijk documentloos goederen door de haven te loodsen, van de ene opslag naar de andere, en daarmee de efficiëntie in de haven te vergroten, terwijl de handhavers, zoals douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en ILNT, real-time controle hebben over de goederenstromen, terwijl dat nu vaak pas achteraf is. Het is een prachtig project, maar dan is het wel van groot belang dat de overheid zo'n project ook volledig steunt. En dat betekent liefst financieel, dat niet alle lasten bij het bedrijfsleven komen te liggen, maar ook door de handhaving af te stemmen op die nieuwe werkwijze. Alles in het kader van de douanewetgeving natuurlijk, maar daar wel proberen zoveel mogelijk op de moderne ontwikkelingen in te spelen. Daar zijn we nu al over in dialoog met de douane, met het landelijk kantoor, en dat zetten we voort zodat we hopelijk in 2021 een succesvol DGVS-project hebben. Een andere die net gestart is, is een initiatief van Rijkswaterstaat in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en een aantal bedrijven in de haven, waarbij men probeert om met de beschikbare data die her en der verdeeld is over verschillende partijen, om een goed en beter beeld te krijgen van de goederenstroom van A naar B, dus van wat er binnenkomt en wat er uitgaat, zodat we daarmee kansen kunnen creëren voor een betere model split. Oftewel een betere benutting van andere modaliteiten dan de weg, de spoor en water,
zodat de balans wat beter verdeeld is. Dat is voor iedereen goed. Dat verhoogt de efficiëntie. Het is ook goed voor de klimaatdoelstellingen. Er wordt nu gewerkt aan een pilot, maar op zeer korte termijn zullen ook veel andere bedrijven in de haven benaderd worden voor deelname. Deltalinx is hier nauw bij betrokken en zal hier op korte termijn met de bedrijven contact over opnemen. Ja, dan ontkomen we er niet aan om een paar woorden aan de Brexit te wijden. Het ziet er niet goed uit. We zitten na 8 onderhandelingsrondes nog steeds in een impasse. Zowel vanuit de EU-kant als de Britse kant wordt een vrij starre houding aangenomen. We willen het maar niet eens worden over onderwerpen als staatssteun, visserij, gelijk speelveld. En daar kwam deze week nog een riskante vertrouwensbreuk bij, nu Boris Johnson aangegeven heeft dat hij overweegt om de reeds gemaakte afspraken niet te zullen respecteren via een wetsvoorstel. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de afspraken die gemaakt zijn voor de grens bij Noord-Ierland, waar natuurlijk een precaire situatie is ontstaan met de dreigende Brexit wat betreft de vrede. En dat maakt het allemaal nog veel complexer. Bovendien zou je midden oktober een akkoord voor hebben moeten liggen, zodat de Europese Raad nog op tijd kan ratificeren voor 1 januari 2021. En ja, dat ziet er dus niet gunstig uit. We hebben ons in Rotterdam met alle partijen al tijden voorbereid op de meest donkere scenario's, dus een harde no-deal Brexit. En dat blijkt dus eigenlijk nu geen verspilde moeite te zijn. We hebben het hier fantastisch gedaan. Zowel privaat als publiek hebben goed samengewerkt. Dat kun je zien in het platform Get Ready for Brexit, waar zowat alle stakeholders één gemeenschappelijke boodschap presenteren. Laten we hopen op een klein wonder en dat de onderhandelaars toch nog veel wijsheid en inzicht krijgen in de komende weken, dat er toch nog iets van een akkoord komt op tijd. Ja, dan wil ik toch afsluiten met een wat positiever bericht. Gisteren heeft het kabinet het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. Men trekt de komende 5 jaar zo'n 20 miljard euro uit voor investeringen die moeten bijdragen aan de economische groei in Nederland. Dat wordt in dat fonds ondergebracht en dat gaat dan naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, onderzoek en innovatie. En met name vanuit het Deltalinx Climate Program zullen we actief projecten aandragen die zowel bijdragen aan de economische groei als aan de energietransitie. En denk daarbij aan het waterstofproject H-Vision, elektrolyseprojecten, elektrificatie en circulariteit in de industrie. Dat zijn enorme grote en belangwekkende projecten voor Nederland. Dus wij denken dat we terecht aanspraak kunnen maken op deelname in dat groeifonds. En daar zullen we jullie van op de hoogte houden. En daarmee ga ik afsluiten, want zoals gezegd, we hebben een vol programma en ik zou heel graag het woord geven aan onze eerste spreker van vandaag, Peter Matlener van Stipt, die een update gaat geven over de Suurlandbruggen. Ja, goed allemaal. Ik hoor mezelf in een echo, dus ook een uitdaging. Mijn naam is Peter Matlener. Ik ben omgevingsmanager voor combinatie Stipt. Kunnen jullie mij allemaal verstaan? Ja, maar niet zien. En dat mag ook wel, hoor. Dat mag ook. Oké. Okay. Ja. Deze beeld. Nogmaals goedemorgen. Mijn naam is Peter Matlener, omgevingsmanager voor combinatie Stipt. Ik mag vandaag namens Rijkswaterstaat en Stipt het woord over jullie doen deze sessie. Ik ben niet alleen in deze sessie. Mijn collega's van Rijkswaterstaat zijn er ook bij. Nicolette van den Berg, inderdaad de nieuwe omgevingsmanager die gestart is bij Rijkswaterstaat project. En Mario Mutsaars, collega, mijn partner in crime zeg ik altijd, van omgeving. Ik ga jullie een update geven van ongeveer wat een jaar geleden gebeurd is. Combinatie Stipt bestaat uit 4 grote landelijk bekende bedrijven. Basics, een civiele aannemer, Dura Vermeer, Mobilis en Hollandia Infra uit Krimpen aan de IJssel. De nadruk op dit werk is dat we het vooral samen doen met Rijkswaterstaat. Het is onderdeel van het grote renovatie- en vervangingsprogramma, waarbij de strategie is dat je dit samen moet doen met de marktpartijen, omdat we anders deze planning niet redden. Waarom hadden we ook alweer de tijdelijke verbinding Suurlandbrug?
Nou, het is zo dat de huidige brug die in 1974 gebouwd is, die is aan het einde van zijn levensduur. En met alle reparaties lukt het niet om meer dan 10 jaar levensduurverlenging voor elkaar te krijgen. En hij kan theoretisch de belasting dragen tot eind 2021. Dat wil niet zeggen dat hij op dat moment instort of er een vrachtwagen overheen rijdt. Maar dan krijg je zodanig veel reparaties dat het niet meer economisch is om de verbinding te gebruiken. Dus wat heeft men besloten? Om na 2021 de belasting te halveren door een tijdelijke brug ernaast te leggen. Parallel loopt er een MIRT-verkenning voor een vaste duurzame oeververbinding die in 2031 in gebruik moet zijn. En inmiddels is men daar tot een voorkeursvariant gekomen waarbij draagvlak is voor vervanging van de bestaande brug in zijn geheel. Dus dat zou inhouden dat de nieuwe tijdelijke verbinding onderdeel uitmaakt van een permanente oplossing. Als we even terugkijken naar de bestaande brug. Vorig jaar december, toen is de hoofddraagconstructie versterkt. Een afsluiting geweest, een weekendafsluiting van de brug. Een paar keer uitgesteld vanwege slecht weer. Links op het plaatje kun je zien wat er toen gebeurd is. Ze hebben heel de brug eigenlijk belastingloos gemaakt. En toen hebben ze aan de onderzijde van de hoofddragers nieuwe platen aangebracht, vastgebouwd om de constructie te verstevigen. Afgelopen zomer is er tijdens een inspectie een scheur ontdekt in een van de rijstroken op de baan richting de Maasvlakte. En men heeft acuut actie ondernomen door 1 rijbaan er 5 dagen uit te gooien. En zo snel mogelijk een onderhouds- of reparatiemoment in te plannen waarbij deze scheur gerepareerd is. En verder heeft er ieder kwartaal inspectie plaatsgevonden en kleine reparaties. Zowel aan de bovenkant als de onderkant van de brug. Als we kijken naar de vooruitblik voor de bestaande brug. Dat zal betekenen dat volgend jaar ook per kwartaal inspecties en reparaties plaats zullen vinden tot 2021. Dat zal doorgaans gebeuren in wat men noemt de WBU, de werkbare uren. En voor zover mogelijk in combinatie met bestaande slots van ons, maar ook van andere partijen die op de A15 bezig zijn. En eind dit jaar wordt er een besluit genomen over de aanpak van de basculebrug, een onderdeel in bestaande brug. Dan horen daar verkeersmaatregelen bij voor het komende kwartaal. Dat wil zeggen dat 1 op 2 oktober dan is er een rijbaanafsluiting in beide richtingen voor inspecties en reparaties. En er is ook nog een reserve voor het uitvoeren van reparaties van 16 op 17 oktober. En een rijbaanafsluiting richting Rotterdam in de nacht van 30 op 31 oktober. Zoals je ziet zijn allemaal nachtafsluitingen. De rechter staat weergegeven hoe de omleidingen eruit zien. Maar dit zijn inmiddels vrij standaard omleidingen voor, bij u wel bekend, voor de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Dan de planning voor de tijdelijke verbinding die we daarnaast aan het bouwen zijn. Het grijze blok is wat we achter de rug hebben. Er ligt inmiddels een gereed ontwerp. Alle vergunningen zijn binnen. We zijn volop gestart met te bouwen. We zitten dus in de uitvoeringsfase. Er stond een mijlpaal. Plaatsing brug op 4 april volgend jaar, paasweekend. Die gaan we helaas niet redden. Dat verschuift naar 2 weken voor Pinksteren. En met een reserveweekend in Pinksteren. Als de brug dan geplaatst is, dan volgt de renovatiefase. En uiteindelijk blijft de opleverfase en de vervroegde ingebruikname van 1 november 2021, die blijft gehandhaafd. Volgende sheet, alsjeblieft. Dit is de fase waar wij nu in zitten. Even goed, wat je hier ziet is een bovenaanzicht van de bouwplaats in de huidige fase. Met een kleine uitsnede hoe de verkeerssituatie op de Krabbenweg geregeld is. Met een om-en-om verkeersregelinstallatie. Onderaan staat een langsdoorsnede van het project. En je kunt zien dat we links en rechts van het kanaal zitten alle palen zitten erin. We hebben van de week aan de noordkant bij de BP-zijde hebben we de 31ste boorpaal erin gedraaid. En nu zitten alle palen voor het project in het werk. We zijn begonnen met het betonwerk voor de funderingen aan de zuidelijke oever, de Krabbenwegzijde. En we zullen weldra ook gaan beginnen met de noordzijde. Naar de volgende sheet gaan. Dan zijn dit wat sfeerbeelden van hoe het er nu bij staat bij de Zuurhofbrug. Deze luchtfoto's zijn 3 weken geleden genomen. Volop in actie, 2 grote heistellingen. Of een boorstelling moet ik zeggen.
Aan de zuidoever staat een hele zware boorstelling die ze spullen moest oppikken van zijn casings van de vrachtwagen moest halen. Dus af en toe was daar de kabelwegkortstondig gestemd. En aan de noordzijde bereid te maken met werkzaamheden vlakbij BP. En dat vraagt ook de nodige afstemming en aandacht. En een fotootje van de mannen die het vlechtwerk voor de betonnen poer aan de zuidzijde aan het maken zijn. De werkzaamheden voor de komende periode, dat is tot Pasen volgend jaar. Dat zal bestaan uit het afmaken van de tussensteunpunten, dus veel gewapend betonwerk, de landhoofden, het plaatsen van twee prefab betonnen liggerdekken aan de krabbenwegzijde, waarmee we een aanbrug realiseren naar de uiteindelijke stalen boogbrug. En aan de weerszijde van de landhoofden brengen wij aan de noordkant een gewapend grondconstructie aan. Een puinlaag gewapend met kunststof geodoek, waarmee je een wapening in de grond aanbrengt. En aan de zuidzijde gaan wij met piepschuimblokken, oftewel EPS zoals dat heet, aan de slag. Om daar constructie te realiseren die het verkeer kan dragen, maar de spuikom van het waterschap intact houdt. Verder zijn wij bezig met voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de wegen, de toeleidende wegen naar de nieuwe brug. Ondertussen, naar het volgende plaatje. Oh sorry, daar horen we nog wat verkeersmaatregelen bij. Op korte termijn is dat in ieder geval het weekend van 17 oktober. En dat gebeurt overdag op een zaterdag, dus van 7 tot 4. Dan sluiten wij één rijstrook af richting Rotterdam, de rechte rijstrook, omdat het brugwachtershuisje moet worden verwijderd. Het brugwachtershuisje gaat voorlopig even in depot nadat het weggehaald is, omdat er nog ideeën zijn om daar wat in te doen. Dan ga ik inderdaad naar het volgende plaatje. Ondertussen in Krimpen aan de IJssel. Daar is onze partner Hollandia Infra bezig met het bouwen van de stalen boogbrug. We zien hier plaatjes van de hal waar de boogsecties worden gemaakt. Met de booggeboorte, zoals dat heet, in beeld. En twee boogsecties. Rechts daarvan komt een van de deksecties uit de conserveerhal. Dit zijn liggers van ongeveer 5 meter hoogte, gevoel te geven. Deze secties die zijn 1,50 meter lang. En je ziet ook de consoles aan de zijkant hangen waar straks het fietspad op komt te rusten. Dus ook in Krimpen zijn ze druk. Deze secties die worden allemaal omgereden, omgevaren naar een voorbouwlocatie aan de andere kant. Van de werf, zeg maar, aan de lekzijde. En daar worden alle secties eerst samengebouwd tot de boogbrug in zijn geheel van 200 meter lang en ongeveer 45 meter hoog. En daar vandaan, gaan we het volgende plaatje. Ik heb vorig jaar een uitgebreide presentatie gegeven over dit hele gedeelte. Alleen we hebben nu inderdaad wat minder tijd. Daar vandaan varen wij het hele gevaarte van 200 meter lang in 2 à 3 dagen tijdens de verwachting via de Nieuwe Maas, de Waterweg, de Oude Maas, het Hartelkanaal, richting de Suurhofbrug, waarbij we in totaal 6 bruggen zullen moeten passeren. En daarvoor begint nu de afstemming te lopen. Rechtsonder staat een configuratie van het transport. Je ziet een sleper, 2 bakken, daarop die brug van 200 meter lang. Daarachter staat de Gin Tonic boot, maar die hebben we niet weergegeven, waar wij mee achteraan varen. En deze... Ja, er zat een animatiefilmpje bij voor het plaatsen van de brug. Die kan helaas niet gedeeld worden nog. Vooral in concept, die had ik graag hier laten zien. Je ziet wel de startconfiguratie. De brug ligt hier voor de wal bij BP, klaar. En in het weekend, 2 weken voor Pinksteren, bij het goede getij, bij het weekend dan streven wij ernaar in ieder geval om het spoor open te houden. Daar zijn wij over in onderhandeling met ProRail. We zijn daar de risico's met elkaar aan het bekijken en hebben laten zien dat we dat goed kunnen beheersen. Het stroomt redelijk hard op het Hartelkanaal, dus daarmee moet je maatregelen nemen met lieren dat het transport altijd beheerst verloopt. En wat er eigenlijk gaat gebeuren in dat weekend, dan varen wij pontons evenwijdig aan elkaar het Hartelkanaal op, dat je katamaran krijgt. Waarbij de brug dwars haaks op de stroomrichting ligt. En dan bij de kentering van het getij. Dan varen wij de brug richting de opleggingen. Hij is verhoogd aangebracht op de pontons.
En dan positioneren we hem boven de landhoofden. En dan laten we hem keurig zakken. Op het moment dat hij helemaal vast in zijn lieren ligt en goed gepositioneerd is. En dan varen de pontons weer weg en dan ligt de brug op zijn plek. Klinkt allemaal heel eenvoudig. Het is best een forse operatie. Maar zoals ik al zeg, we zijn nu volop met ProRail al bezig. En andere partijen, zoals het havenbedrijf, de havenmeester, zijn ook al betrokken. Dus dit wordt een flinke operatie. En dan zal TZT ook de nodige aandacht aan besteed worden. Voor jullie is het ook interessant om te weten dat in dat weekend uiteraard de Rijksweg wel afgesloten zal zijn. En dat gevaarlijke stoffen omgeleid zullen worden en transporten over de Krabbenweg. Ook hier volgt TZT uitgebreide informatie en draaiboeken over. Dan even naar de volgende sheet. Ja, dit is dan wat er na het plaatsen van de brug plaats gaat vinden. Dan zullen we aansluitingen moeten realiseren op de nieuwe brug. Want die gaan we eigenlijk zo snel mogelijk in gebruik nemen. Om het verkeer vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam over die brug te leiden. En dus zo snel mogelijk de bestaande brug te kunnen ontlasten. Daarvoor hebben we ook wat weekendafsluitingen nodig om die aansluitingen te maken. Dat doen we in zogenaamde slots. Dus dit is het maken van de aansluitingen. De volgende pagina. Dan is de brug dus in gebruik voor het verkeer richting Rotterdam. En gaat er nog één strook over, wordt er benut van de bestaande brug richting de Maasvlakte. Dan gaan we de dekplaat van de bestaande brug renoveren. Dus we halen het asfalt eraf in het verkeer. Want wij kunnen die aansluitingen buiten het verkeer in een slot maken. Daarna kunnen wij veilig werken tussen het verkeer. Dan halen we het asfalt weg, checken we of er schade is aan de plaat her en der en renoveren we deze. En als de ene helft gedaan is, dan switchen we om naar de andere helft. Dat is het volgende plaatje. En ook daarvoor zal wel inderdaad een weekendafsluiting nodig zijn om de aansluitingen te maken en de verkeerswissel. En al met al zijn we hier ongeveer volgend jaar zomer mee klaar. En dat wil zeggen dat wij dus de geplande vroegtijdige ingebruikname van de brug op 1 november gaan realiseren. En op dat moment is de situatie zo dat er dus inderdaad twee banen richting de Maasvlakte lopen over de oude brug en twee banen richting Rotterdam over de nieuwe brug. Dat is de volgende sheet. Dus dit is dan de eindsituatie. Dan de volgende sheet gaat over een stukje communicatie. We houden jullie op de hoogte nu en in de toekomst. Nou, allereerst heeft Rijkswaterstaat de website voor de Zuurhofbrug. In de presentatie zit een link. Op klikken komt op de website uit. En we hebben sinds vorige maand ook een Facebookpagina gelanceerd. Dat is handig voor de snelle verspreiding van korte termijn nieuws of nieuwtjes op de bouwplaats, dat soort zaken. Verder wij de nieuwsbrief waarop je kunt abonneren van Rijkswaterstaat. Daarmee zit een link naar ons bouwnieuws. En uiteraard zijn wij naast de andere media ook gewoon bereikbaar om persoonlijk te woord te staan. Dan via Maya, de beste omgevingsmanager van de bestaande brug. Via Mario, via ons staatsnummer of e-mail. En anders via mij. Dan zou ik verder voorstellen, zijn er vragen? Dankjewel Peter. We hebben op de chat al een vraag binnengekregen van Ben Melissa van de Dansergroep. En hij vraagt jou of je wat kunt vertellen over de gevolgen voor het scheepvaartverkeer tijdens de werkzaamheden. Nou, in het algemeen zijn er voor de tijdelijke verbinding, voor de aanleg, niet veel gevolgen meer vanaf nu. Voor de onderbouw. In het voorjaar hebben wij een steenbestorting aangelegd aan de zuidkant. Daar hebben we wel even wat scheepvaartbegeleiding bij gehad. We krijgen binnenkort verwijderd van brugwachtershuisje. Daar zijn we nog in onderhandeling hoe we dat met het havenbedrijf moeten doen. Maar dan ligt de ponton onder de bestaande basculebrug. Waarmee dus de hoofdvaart wel niet wordt gestremd. En voor het plaatsen van de brug, die operatie waar ik vertelde volgend jaar met Pinksteren. Dan zullen we wel een volledige stremming van het Hartenkanaal hebben. Mogelijk 72 uur zal duren. Wordt die informatie via dezelfde kanalen die je net noemde, hè, Facebook en de website, vermeld? Ja, daar willen we sowieso, dat zijn onze primaire communicatiekanalen. En uiteraard hebben wij 1-op-1 afstemming met alle stakeholders en belanghebbenden. En de gemeente. Oké.
Is daarmee de vraag beantwoord? Ik ga even kijken of Ben daar nog bevestigend op reageert met een ja of een... Ik denk het wel, okay. Peter. Ik had zelf ook nog een vraag. Ben heeft een antwoord naar tevredenheid. In het begin had je het over afsluitingen. En daar zag ik voor begin oktober staat dan een rijbaanafsluiting met een omleiding. Moet ik rijbaanafsluiting anders zien dan een wegafsluiting? Want ik had altijd het idee dat een wegafsluiting betekent dat je er helemaal niet door kan. En bij een rijbaanafsluiting dat er maar één van de twee banen of één van de drie banen dicht is. Hoe hanteren jullie dat? Nee, dat is correct. Het gaat hier om een rijbaanafsluiting. Dus één strook blijft beschikbaar, de linkerrijstrook. En dan heb je toch omleidingen? Ik denk dat die te per ongeluk meegekopieerd is. Edwin, sorry. Oké. Ja. Nou, dus een rijbaanafsluiting betekent dat de weg nog steeds open is. En met een wegafsluiting kun je er helemaal niet door en moet je een omleidingsroute volgen. Correct. Oké. Ja. Prima. Dan kijk ik heel snel even of er nog andere mensen een hand opsteken of een vraag hebben. En zo niet, dan dank ik jou, Peter. Graag gedaan. En voordat we dan naar de volgende brug gaan, zou ik graag het woord willen geven aan onze nieuwe mobiliteitsmakelaar Haven. De opvolger van Marije Ploeg en dat is Maaike Adriaans. En ik zie de slide al in beeld, dus Maaike... Welkom en ik zou zeggen, ga je gang. Oké, goedemorgen. Dankjewel, Edwin. Deze sheet mag eigenlijk meteen door. Dankjewel. Ik ben dus Maaike Adriaans, inderdaad de nieuwe mobiliteitsmakelaar van de haven. Mijn collega André van Nieuwenhuizen zit ook in deze meeting. Hij doet het werk ook al langer. Ik neem het werk over van Marije Ploeg en het leek ons een goed idee om even aan te haken bij deze ontbijtbijeenkomst. Om ook kort te vertellen wat wij doen, wat onze plannen zijn voor de toekomst. Zodat we ook weer even in beeld zijn. Nou, wat wel duidelijk is voor iedereen is dat de bereikbaarheid van de haven natuurlijk erg belangrijk is. Ook voor werknemers. Het wordt steeds drukker op de weg. Het is belangrijk om aantrekkelijk te blijven als werkgever, om nieuwe mensen aan te trekken en bestaande mensen te houden. En ook tijdens werkzaamheden natuurlijk bereikbaar te blijven. Dat is wel duidelijk geworden uit het voorgaande praatje. En ook natuurlijk vanuit de klimaatdoelstelling is het belangrijk om ook te kijken naar verschillende alternatieven voor de auto. En wat doen wij nou als mobiliteitsmakelaars? We gaan graag met u in gesprek, met alle werkgevers in gesprek over de optimale mobiliteitsmix. En kijken naar duurzame alternatieven voor de auto. We leveren maatwerk. We kijken graag met u wat er mogelijk is voor werknemers en organiseren samenwerking. Want dat laatste, samenwerking, is wel echt een essentieel onderdeel van de bereikbaarheid van de haven. En dat zal wel blijken uit wat we afgelopen jaren hebben gedaan. Mag naar de volgende sheet. Ja, wat doen wij nou? Afgelopen jaren zijn we in gesprek geweest met werkgevers en we blijven dat ook doen. We halen wensen en behoeftes op rondom mobiliteit en bieden inzicht in een vervoervraag. We kunnen ook financiële consequenties doorrekenen. En we kunnen herkomst- en bestemmingsanalyses uitvoeren, medewerkersenquêtes uitzetten om ook te kijken wat motieven en drempels zijn om gebruik te maken van alternatieven en kunnen dus vervoerskosten doorrekenen wat al die opties wat de consequenties zijn. Vervolgens op basis van wat we hebben opgehaald informeren we u en adviseren en organiseren mobiliteits- en stimuleringsregelingen, waaronder startpakketten voor nieuwe werknemers en bijvoorbeeld alternatieven voor de auto, bijvoorbeeld e-bike pool of collectief bedrijfsvervoer. En we lichten toe wat de huidige mogelijkheden zijn van het OV. Dan mag de volgende sheet, want dit was deze. Ja, een voorbeeld van de HB-analyse is dit plaatje. Dit geeft inzicht in waar werknemers vandaan komen en dus ook wat mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld bundeling van vervoer.
zodat niet iedereen met de eigen auto naar de haven komt, maar dat je dus ook tot bundeling kan komen, wat overigens ook al echt wel voorkomt en wat veel gebeurt, maar dat waar toch nog kansen liggen, dat meer bedrijven dus collectief vervoer gaan aanbieden of bedrijven met elkaar. Kijken wat, waar samenwerking mogelijk is. Dan mag het volgende sheet door. Ja. Nieuw, wat nieuw aangeboden wordt vanuit het havenbedrijf, voor de Maasvlakte, is de Maasvlaktehopper. Er is een transferium en vanuit het transferium is een last mile oplossing, een bus. En daar is ook een Maasvlaktehopper. Dat is een belbus, dus vraagafhankelijk, wat veel flexibiliteit biedt voor werknemers. Moet wel gereserveerd worden. In de spits rijdt hij elke half uur en maar het rijdt de hele dag. En er zijn een paar nieuwe bestemmingen gekomen, zodat ook bijvoorbeeld de Coloradoweg, Futureland in de buurt van Uniper en bij Liondel in de buurt ook stops zijn toegevoegd. Dus eigenlijk allemaal met als doel om meer flexibiliteit te bieden, zodat werknemers meer keuzes hebben in hoe zij naar de Maasvlakte kunnen reizen. Dan mag de volgende sheet. Wat zijn nou onze plannen voor volgend jaar en komend jaar? We zijn het mobiliteitsplatform voor verder aan het ontwikkelen. Dat is een platform waarin alle informatie over onder andere ook wegwerkzaamheden en alle alternatieve opties voor vervoer worden gegeven. Dus dat is een platform waar gemeentes op informatie van gemeente staat, gemeentes hun informatie kunnen delen, maar ook alle werkgevers informatie kunnen vinden en werknemers. Allemaal bedoeld om krachten ook te bundelen en één kanaal te hebben. Verder gaan we verder met het organiseren van samenwerking tussen werkgevers rondom collectief vervoer. En we starten met de kop van de beer, waarbij we ook BP en Innocent op dit moment, waar we gesprekken mee voeren. We gaan verder met ons rondje langs de bedrijven om ook input te verzamelen voor het mobiliteitssysteem wat we aan het doorontwikkelen zijn. We hebben echt input nodig. We doen het graag samen met de werkgevers om te kijken waar kansen liggen en hoe we toch tot een bundeling kunnen komen. En daarvoor is toch ook echt wel het commitment nodig van werkgevers uiteindelijk. Dus dat zijn onze plannen. Wellicht zijn er werkgevers in deze call waar we nog bij langs zullen gaan. En voor meer vragen kunt u bij ons terecht. Maaike Adriaans, André van Nieuwenhuizen vanuit het havenbedrijf. Dank je wel. Ik kijk even of er vragen binnenkomen. Ik had in de tussentijd zelf ook een vraag over die Maasvlaktehopper. Om het half uur in de spits en je zegt verder heel de dag. De logische vraag vanuit de haven wordt dan natuurlijk, is dat dan 24 uur? Omdat er natuurlijk in ploegen gewerkt wordt. Gaat die Maasvlaktehopper ook 's nachts? Is die belbaar of is dat alleen tijdens kantooruren? Ja, dat is een hele goede vraag. Als je voor 7 uur wil vertrekken, moet je een dag van tevoren reserveren. Anders een half uur. Dus ik ga ervan uit dat het de hele dag rijdt. Dat zou ik moeten weten. Hè? Ja, mocht dat. Ik heb begrepen dat hij voor 7 uur, dat hij dan lang eerder van tevoren gereserveerd moet worden. Maar dat hij wel de hele dag door rijdt. Ja, het was geen strikvraag hoor, maar ik denk dat het speelt in de haven. Omdat er natuurlijk grote aantallen werknemers zijn die 24 uur. En daar zit vaak gewoon de bottleneck ook. Wat je die biedt anders dan een auto. Dus misschien kun je dat nog even navragen. En dan nemen we dat mee in het verslag van de bijeenkomst. Ja. Even kijken. Ik zie geen chatvragen binnenkomen. En geen handjes voor dit moment. Dan wens ik jou en André verder heel veel succes in jullie vervolgtraject. Ja, dankjewel. Ik zie hier wel, er staat niet iets dat je niet rijdt in de nacht. Alleen dus dat je voor 7 uur eerder moet reserveren. Ja, ik zie trouwens ook nog een vraag. Excuses, Ben Melissa heeft nog een vraag gesteld. Wordt er ook gekeken naar personenvervoer over water? Daar is in de onderzoeken tot nu toe weinig aandacht of geen aandacht voor geweest. Weet je dat, Maaike? Nou, er is natuurlijk wel vervoer over water, alleen daar wordt door werknemers weinig gebruik van gemaakt.
Dat is wel nog steeds een optie en er is nu een aanbesteding bezig voor de water. Heet het de niet de watertaxi, maar de die bij Transferium stopt. Dus ik weet niet precies wat de vraag is. Ik moet even in de chat kijken. Fast ferry. Oh, kijk, mijn collega die springt bij, dat is heel fijn. Dus André geeft aan de huidige last Malibus of de shifts. Ja, bij de Bilbus ook. Ik zit even te kijken wat ik vraag. Ja, gekeken naar personen voor over water. Ik begrijp de vraag niet helemaal, want er is dus wel een fast ferry. En daar wordt die aanbesteding is nu gaande. Het is eigenlijk nog onduidelijk wat daar nog verder. Wat het aanbod gaat zijn. Dat is wat de stand van zaken nu is. Ja, waar Ben denk ik op doelt is, want hij vraagt ook, is dit voldoende onderzocht? Heb je met het huidige aanbod, heb je daar eigenlijk, heb je daar aangeboden wat, weet je of dat voldoende is om te kijken of het werkt? Want wellicht is de optie die nu aangeboden wordt met de beperkingen die André noemt, niet aantrekkelijk genoeg om voor mensen om over te stappen op water. Ja, nou wat blijkt is dat dus gewoon de reistijd via water erg lang duurt. Ja. En dat er zijn nu ook wel wat stops. Je hebt de first en last mile. Dus dat blijkt nu uit de onderzoeken dat het toch wel een uiteindelijk is van waar we nu vooral op doelen is toch van deur tot deur. Een soort ventpool of systeem waarbij je echt van deur tot deur kan reizen. Maar via water is het toch de reistijd gewoon erg lang. Ja. Oké. Okay. Ja, die 45 minuten, dat schijnt een drempelwaarde te zijn voor veel mensen. Hè? Dat ze niet langer dan dat willen reizen. Hoewel ik me afvraag of dat in de toekomst nog wel houdbaar is. Maar goed. Ook gezien de tijd, dank voor jullie input. Men weet jullie te bereiken voor verdere vragen. En men komt jullie vanzelf alweer tegen in jullie vervolgtraject. Veel succes nogmaals. En ik zou dan graag overgaan naar de volgende brug in ons, en dat is de laatste van vandaag. De werkzaamheden aan de Botlekbrug. En daarvoor geef ik graag het woord aan onze spreker Peter Bert van Herwijnen van Eleens A15. Ja, dankjewel Edwin. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Peter Bert van Herwijnen. Ik ben omgevingsmanager bij Eleens A15. De bouwers van Botlekbrug in het kort. En jullie krijgen 2 voor de prijs van 1 vanochtend, want virtueel naast mij staat mijn collega van Rijkswaterstaat, Joris Wiers. Ik ben Joris Wiers. Ik doe hetzelfde werk als Peter Bert, maar dan namens Rijkswaterstaat. Ook voor de Botlekbrug. Mooi, dankjewel. We gaan jullie gezamenlijk. Ja, super, dankjewel. We gaan jullie gezamenlijk meenemen in het verhaal van de Botlekbrug. Dat wil zeggen dat we beginnen met een stukje context van de brug. Daarna leggen we uit waarom de brug zo bijzonder is. We gaan wat vertellen over de huidige werkzaamheden en de stremmingen. En na afloop is er ruimte voor vragen. Nou, jullie zijn te gast bij 3 partijen vanochtend. Dat wil zeggen Rijkswaterstaat als onze voornaamste opdrachtgever voor het hele A15 project. En bovendien als bedienaar van de Botlekbrug, want het gebeurt niet bij ons uit de keet, maar dat gebeurt vanuit de verkeerscentrale in Rome. De volgende slide. Ja, maar ook ProRail is als opdrachtgever aan boord, want de werkzaamheden die nu plaatsvinden en die zichtbaar zijn op de brug als je daar langs rijdt, die zijn in het kader van de realisatie van spoor. En het spoor, dat is de laatste activiteit die eigenlijk moet gebeuren na voltooiing van die brug. Want de brug is in 2015 opgeleverd voor wegverkeer en voor scheepvaartverkeer. Maar wat nog ontbrak, dat was de spoorverbinding die over de brug moet. En die zijn we op dit moment aan het bouwen. En daarvan is ProRail de opdrachtgever. Volgende slide. Mijn club, dat is Eleens A15, een aannemers consortium. Opgericht specifiek voor die A15 corridor in de periode van 2011 tot 2015,
15 is de hele A15 aangepakt, zoals jullie weten, vernieuwd, verbreed. En als onderdeel daarvan hebben we ook de Botlekbrug gebouwd. Nou, bij velen van jullie bekend, om meerdere redenen, ben ik bang. Maar goed, dat is het consortium wat alle werkzaamheden tot op heden verricht. De volgende slide. Nou, wat aardig is om te vertellen, dat is waarom staat die Botlekbrug daar? En dat is omdat het een heel bijzonder knooppunt is van allerlei verkeersmodaliteiten. Er zijn weinig plaatsen in Nederland, wellicht zelfs op de wereld, waar een autosnelweg en een spoorverbinding en bovendien een langzaam verkeerverbinding, als het gaat om fietsers en voetgangers, een zeegaande waterweg kruist. En dat is wel van belang om te weten, want die Botlekbrug ligt over de Oude Maas. En die Oude Maas, zoals jullie hier op de blauwe cirkels kunnen zien, vormt een verbinding met de zeehavens van Dordrecht, de bovenste cirkel, en Moerdijk, de onderste cirkel. En voor Moerdijk betekent dat dat schepen een weg van zo'n beetje 70 kilometer moeten afleggen vanaf Maasmond. Maar het is nog steeds wel degelijk een zeehaven. En er gaan dus hele forse schepen over die Oude Maas en dus ook onder de Botlekbrug door. Dat zie je in de volgende slide. Nou ja, dit is de grootste categorie schepen die we door de brug krijgen. Bulk carriers van het type Handysize, 200 meter lang, 30 meter breed. En nou ja, ik kan uit eigen ervaring vertellen dat dat een indrukwekkend gezicht is als zo'n kolos door de brug glijdt. Maar dat gebeurt meerdere keren per week. Daar is die brug dus voor nodig. En op deze slide zien jullie wat we hebben neergezet. De Oude Maas als waterverbinding en aan weerszijden een spaghetti aan wegen. Aan de rechterzijde nog steeds zichtbaar de Oude Brug. Die hebben we in 2018 gesloopt, want die stond in de weg om het nautisch knooppunt op te lossen. De Oude Brug had 1 doorvaart en de Nieuwe Brug, zoals jullie weten, heeft 2 doorvaarten. En daarmee is er een betere ontsluiting, in ieder geval voor de zeescheepvaart, ontstaan. Volgende slide. Nou, wat die brug bijzonder maakt, dat zijn 2 zaken. Dat is het formaat en het prestatieniveau. Het formaat is eigenlijk ongekend. De dekken die overspannen een lengte van 90 meter. Dat is aanzienlijk meer dan de 50 meter die de Oude Brug overspande. En bovendien hebben we er 2 van. Nou, die dekken die wegen 5000 ton. En dat wil zeggen dat de contragewichten die helpen om de dekken te bewegen, die wegen eveneens 5000 ton. Dus met iedere brugopening brengen we 10.000 ton in beweging. En dat is dat ongeëvenaard. Qua formaat, een vergelijking met de Brienenoordbrug, die heeft een overspanning met zijn klep, althans, van 50 meter. En dat is toch een heel aardige brug, zoals jullie weten. Dus het formaat, dat is op zich wat de brug uniek maakt. En dan gaan we naar de volgende slide. En ook het prestatieniveau. De brug is erop gemaakt om zo snel mogelijk te openen en te sluiten. En dat was met de enorme afmetingen en de enorme gewichten best een uitdaging. Dat betekent dat we redelijk de grens hebben moeten opzoeken van wat mogelijk was. En op zich zijn we geslaagd in de doelstelling om die snelle openings- en sluitingsfrequentie te realiseren. Maar dat heeft ook als consequentie gehad dat we aan het pionieren zijn geweest. Er was geen ander vergelijkingsmateriaal om op terug te vallen als het gaat om de maat en de frequenties. En de brug is in zekere zin een prototype. En daar heeft hebben jullie en vele omwonenden de effecten van gemerkt, in met name het eerste jaar waarin er vele storingen waren. Nou, inmiddels gaat het echt veel beter met de storingen. Is gezakt naar een aanvaardbaar niveau dankzij heel veel inspanningen. Maar goed, het is wel een consequentie van het feit dat we zo'n unieke brug hebben moeten bouwen. Volgende slide. Dan gaan we door naar het hier en nu. Want wat is er aan activiteiten nog te verwachten en wat gaan jullie daar mogelijk van merken? Nou, dit is een tekening, een plattegrond van de brug en een zijaanzicht. De afgelopen tijd hebben we diverse modificaties aan de brug doorgevoerd, aan de stalen dekken. Als jullie eroverheen reden, zagen jullie wellicht verschillende tenten op allerlei plekken van de brug. Daar waren we bezig met staalwerk. En dat waren werkzaamheden vooruitlopend op het realiseren van het spoor.
De tweede activiteit die nu nog steeds loopt en die doorloopt tot in Q1 van 2021, volgend jaar, is de bouw van die spoorverbinding. En die spoorverbinding die is al langer tijd gereed op de aanbruggen, zoals we dat noemen, dus de delen die zich op beide oevers bevinden. Maar op de beweegbare dekken zijn we daar nu mee bezig en ook dat is geen sinecure. We gaan naar de volgende slide. Want het bouwen van dat spoor, dat is meer dan alleen het aanleggen van rails en bovenleiding. Sterker nog, dat is het eenvoudigste deel van het maken van die spoorverbinding. Er komt ontzettend veel meer bij kijken. En dat gaat met name om allerlei systemen die de veiligheid borgen van de spoorverbinding. De functionaliteit verzorgen. De stroomvoorziening, de signalering, allerlei systemen en voorzieningen moeten in, op en onder de brug worden gebouwd om die spoorverbinding betrouwbaar en veilig te maken. En daar zijn we echt een hoop tijd en inspanning aan kwijt. Er staat hier een opsomming op de sheet van enkele grote zaken die moeten gebeuren. En zoals ik zei, het is meer dan alleen maar rails aanbrengen en bovenleiding. We gaan naar de volgende sheet. Dankjewel. Het is het realiseren dus inderdaad van die bovenleiding. Dat zien jullie hier. Daar zijn we al ver mee gevorderd. De volgende sheet graag. Dit wordt een reeks van een aantal afbeeldingen trouwens. Een stuk of 5-6 denk ik. Het maken van portalen die de verbinding verzorgen voor de bovenleiding tussen de vaste wereld en de beweegbare dekken. Een zaak die altijd tot millimeterniveau moet zijn uitgelijnd. En daar komen grote portaalconstructies bij te staan. Tot verdriet van de architect overigens, maar goed. Dit is de bouw van een voorziening die ervoor zorgt dat er een mechanische verklikker is. Om de spoorbeheerder te vertellen dat het dek netjes op zijn plek ligt en de trein daar netjes overheen kan rijden. De volgende sheet. We hebben overigens ook een digitaal verkliksysteem. Dus er zijn verschillende systemen aanvullend ten opzichte van elkaar om de exacte ligging van het dek te melden. Dit is een spoorovergang tussen wederom de vaste wereld en het beweegbare dek, waarbij het zaak is dat die rails onder alle omstandigheden, winter of zomer, noem maar op, exact liggen uitgeleend in het verlengde van elkaar. Dat is heel erg van belang. Millimeterwerk is dit. Volgende slide. Ja, dankjewel. Hier rechts boven op het fotootje is een last te zien. Omdat we ook te maken hebben met enorme uitzetting en krimp. Hè, onder invloed van warmte en kou. Onder het dek is het sowieso altijd kouder vanwege het water wat daaronder loopt. En op het dek schijnt de zon en krijgen we bolling, uitzetting en dergelijke. En om dat te ondervangen hebben we op diverse locaties compensatielassen en overgangen gemonteerd. En ook hiervoor geldt, dit zijn unicaten voor de bouw van de potlekbrug. Dergelijke oplossingen bestonden op zich reeds voor kleinere bruggen, die we tot dusver gewend waren. Maar voor deze brug hebben we weer speciaaltjes uit de kast moeten trekken. Volgende slide. En wat ook bijzonder is, alhoewel wel vaker toegepast, is dat we geen spoor in ballastbed op de brug dekken hebben liggen, maar dat we de spoorstaven ingieten. En dit is een proces wat bijvoorbeeld de afgelopen 2 weken is gebeurd voor het oostelijke dek. Dus op beide dekken liggen de spoorstaven, de rails, nu op hun plaats. Volgende slide. Ja, en dan de consequenties voor de gebruikers, de scheepvaart en het wegverkeer. Het is zo dat we de activiteiten die we nu aan het uitvoeren zijn, die lopen tot zo'n beetje week 7 van het komend jaar. En we hebben daar diverse stremmingen en verkeersmaatregelen voor nodig. Zowel voor de scheepvaart als het wegverkeer. Voor de scheepvaart is er intussen al een paar jaar een best intensief programma draaiende, waarbij we de scheepvaartgerelateerde bedrijven, de nautische stakeholders, periodiek informeren. Die roepen we bij elkaar, nodigen we uit en die leggen we onze plannen voor, waarbij zij de gelegenheid hebben om daar nog input in te leveren. En zodat wij daar nog aanpassingen in kunnen doen waar dat mogelijk is.
Voor het wegverkeer ligt dat iets anders, met uitzondering overigens van het ADR-verkeer. Want met name het ADR-verkeer ondervindt een hoop hinder als wij de brug buiten gebruik nemen. Zij mogen namelijk niet door de tunnel, moeten een omrijroute gebruiken en die is aanzienlijk. Zeker als er elders in het areaal nog meer werkzaamheden plaatsvinden. Dus dat is best vervelend en we proberen daar heel veel aandacht en zorg aan te besteden om die hinder zoveel mogelijk te beperken door zaken te combineren. En als er hinder is, om dat zo goed mogelijk te vertellen, te communiceren, tijdig en dat met veel zorg en begeleiding vorm te geven. En dat doen we uiteraard samen met de collega's van Rijkswaterstaat en ProRail. De volgende sheet, alsjeblieft. Nou, ik heb geen gedetailleerd overzicht hier van alle hinder en alle stremmingen. Dat is een Excel-sheet met 47 regels wat er nog aan zit te komen. Een diverse gradatie van hinder. En die worden ook met de doelgroepen gecommuniceerd. Veelal via Rijkswaterstaat overigens. Generiek is het zo dat we dus tot week 7 bezig zijn op die brug. Tot de kerst zijn we daadwerkelijk aan het bouwen, zijn de bouwactiviteiten gaande. Daarna breken er twee periodes aan van testen en beproevingen. De eerste periode is voor Eleens zelf als bouwende combinatie, waarin wij de brug testen op al zijn functionaliteiten met alle systemen die we de afgelopen periode hebben gebouwd. En de tweede periode van testen tot week 7 is het proefbedrijf van ProRail, waarbij ProRail gaat kijken of de spoorverbinding inderdaad werkt zoals deze moet. En als dat met succes wordt afgerond, dan wordt de spoorverbinding in gebruik genomen voor exploitatie. Nou ja, scheepvaartstremmingen, wegverkeersstremmingen tot week 7. We proberen zoveel mogelijk de hinder te beperken door werkzaamheden te combineren, door mee te denken met onze stakeholders en dergelijke. En dat is een puzzel op zich. We doen dat in overleg met de partijen. De vierde regel, de stemmingen ten behoeve van maandelijks regulier onderhoud, die blijven bestaan. De brug is een machine die onderhoud nodig heeft. Dat gebeurt veelal 's nachts, tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. En dat is intussen, denken we, bekend bij de partijen die daar mee van doen hebben. En als onderste regel, op de website van Rijkswaterstaat staat alle informatie met betrekking tot de stremmingen en hinder die de werkzaamheden veroorzaken. Dus als het goed is, blijft u op die manier aangehaakt en geïnformeerd. Los daarvan, als u vragen heeft over stremmingen of hinder, zoek contact met ons. Dat kan eventueel ook nog via Delta Links, Edwin. We zijn altijd bereid om toelichting te geven tot en met op het werk laten zien waarom het nodig is. Dus schroom niet. En dan zijn we aangekomen bij de laatste sheet en dat zijn de vragen. Dankjewel, Peter Bert. Onze nautische stakeholders zijn vertegenwoordigd vandaag, dus ik neem aan dat die vanzelf wel zich laten horen als dat niet loopt naar wens. Maar ik hoor niks, dus ik denk dat jullie dat goed onder controle hebben. Nog even voor alle duidelijkheid. Hè. Ik hoor je niet meer, Edwin, je microfoon. Ja. Excuses. Mag ter gewoonte. Dankjewel, Peter Bert. Nog even voor alle duidelijkheid. Je zegt, jullie communiceren nou met de nautische stakeholders. Dat zal, denk ik, goed verlopen. Die zijn ook vandaag voor een deel aanwezig. Dus we horen vanzelf als zij daar nog vragen of opmerkingen over hebben. Voor de Surelbrug ontvangen wij actief via omgevingsmanagers updates. Is dat ook precies de manier waarop jullie voor de Botluchtbrug werken? Omdat je zegt, je kunt altijd contact opnemen of naar de website van Rijkswaterstaat. Maar pushen jullie ook actief berichten over hinder aan de weg? Ja, daar wil ik wel even op reageren. Ja. Dat hangt een beetje van de werkzaamheden af. Dus tot nu toe hebben we vooral hinder voor de scheepvaart gehad. Omdat als je aan een brug werkt, dan ligt die nou eenmaal vaak beneden. En als die beneden ligt, dan kan er wel een auto overheen, dan kan er geen schip meer onderdoor. In de komende periode moeten we ook uitgebreid gaan testen en gaat ook het wegverkeer meer hinder ondervinden.
En gaan we dus ook wat actiever naar de weggebruikers communiceren. Dat doen we vooral met persberichten, maar ook dus door onze vier Deltalinks hier weer kenbaar te maken. Dat dus, ja. Oké. Ik noem het omdat ik weet uit ervaring waar onze achterban bij gebaat is. Jullie moeten vaak wachten op een definitieve goedkeuring voordat een persbericht uitgaat. Ik krijg voor de Zuurhof dan vaak toch al een conceptbericht, omdat het vaak over korte termijn afsluitingen gaat. Die delen wij graag met de leden, zodat ze zich nog kunnen voorbereiden op eventuele omleidingsroutes of andere alternatieven. Dus schroom vooral niet als jullie in afwachting zijn van een definitief officieel persbericht, om toch al informatie met ons te delen, zodat we de achterban op de hoogte kunnen brengen. Dat wou ik nog even meegeven. Nou, gaan we zeker meenemen. Maar we zijn ook al wel met een aantal grote ADF-vervoerders. Hebben we al wel direct contact. Maar hoe meer, hoe beter. En hoe meer mensen van tevoren op de hoogte zijn, hoe minder verrassingen er komen. Dus dankjewel. Perfect. Oké, Joris, Peter, Bert, dank jullie wel. Ik zie geen andere vragen. En gezien de tijd, dank ik jullie voor je bijdrage. En gaan we alweer naar de laatste gast van vandaag. Camille Masseling van Tennet. Die een update geeft over het project Net op Zee IJmuiden Ver Beta. Camille, ga je gang alsjeblieft. Dankjewel Edwin. Goedemorgen allemaal. Ik ben Camille Masseling. Ik ben omgevingsmanager bij Tennet. Ik neem jullie vandaag graag mee in de stand van zaken van het project Net op Zee IJmuiden Ver Beta. En ik neem daarbij ook de honneurs waar van de projectleider van EZK. Dat is Jeannette Veurman. Die kon vanochtend niet aanwezig zijn. De volgende slide graag. Ik neem u even mee in wat het project inhoudt, dan wat het concreet voor de Maasvlakte betekent en de Rotterdamse havenindustrie. Vervolgens zoom ik in op de stand van zaken rondom de procedure. Goed is alvast om te weten dat we eind van dit jaar naar een voorkeursalternatief toe gaan. En uiteindelijk zal ik ook de totale planning tot en met de bouwfase schetsen. En ik sluit af met een slide met informatie over websites waar jullie meer informatie kunnen vinden en onze contactgegevens om ook persoonlijk contact te zoeken als die behoefte er is. Kort even over het project. Het Net op Zee IJmuiden Ver Beta is een project om het windenergiegebied, het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver, dat staat linksboven op het kaartje ingetekend, aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. Dat is een enorm groot windenergiegebied, zo'n 4 gigawatt aan duurzame opwek. Dat wordt zelfs vertaald naar zo'n energieverbruik voor zo'n 4 miljoen huishoudens. Omdat het zo groot is, zijn er twee kabelverbindingen nodig. Ik zoom vandaag in op de kabelverbinding Beta, die naar de Maasvlakte gaat. De kabelverbinding Alpha gaat naar zuidelijker in Nederland, naar of Zeeland of naar Noord-Brabant. Dat is ook een project dat op dit moment loopt. Maar goed, de relevantie nu is natuurlijk Beta, omdat die naar Maasvlakte gaat. Zoals jullie op het kaartje kunnen zien, zijn er meerdere tracés in onderzoek, zowel op zee als op land. En ik zal zo meteen inzoomen op de tracés die op de Maasvlakte in onderzoek zijn. Ja, de noodzaak van het project nog even terug, Edwin, alsjeblieft. De noodzaak van het project is natuurlijk duurzame opwek van energie is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Energietransitie is natuurlijk een hot thema op dit moment en daar maakt dit project onderdeel van uit. En als dit project is gerealiseerd, samen met een aantal andere projecten in 2030, staat er voor 11 gigawatt opwek aan duurzame energie op zee. En dat is ongeveer 40% van het huidige elektriciteitsverbruik. Dus dat betekent in ieder geval dat Nederland flinke stappen aan het zetten is. We werken samen met het ministerie van EZK. Die coördineert de besluitvorming. Besluit uiteindelijk ook over waar het tracé komt. En zorgt voor de ruimtelijke inpassing. Nou, Tennet is een netbeheerder op land, natuurlijk van oudsher, maar tegenwoordig ook netbeheerder op zee. En wij gaan uiteindelijk die kabel aanleggen en de bijbehorende installaties. Wij stellen het milieueffectrapport onder andere op en we vragen straks ook de vergunning aan. Dan de relevantie voor de Maasvlakte. Wij verzamelen, om het totale plaatje even te schetsen, op zee verzamelen wij de opgewekte energie van de windturbines op zee. Die windparken, daar heeft Tennet geen rol in. Dat is de exploitant die windparken gaat bouwen. Maar wij verzamelen op een platform op zee, een zogenaamd stopcontact op zee, alle energie. We zetten die om in een gelijkstroomverbinding. Want de verbindingen zijn zo lang dat je bij wisselstroomverbindingen enorm veel energie zou verliezen.
We brengen met de gelijkstroomkabel die in de zeebodem wordt ingegraven de energie naar land. Zetten die energie weer om in een converterstation naar wisselspanning en het juiste spanningsniveau. En sluiten dat aan op het bestaande hoogspanningsnet. Dat betekent voor de Maasvlakte dat er op de Maasvlakte een ondergrondse kabelverbinding aan land komt. Die gaat naar een converterstation op land. Daar vindt die omzetting plaats. En vervolgens wordt er een ondergrondse kabel aangelegd naar het bestaande hoogspanningsstation dat centraal op de Maasvlakte aanwezig is. De volgende slide graag. Hier zien jullie de tracés die op dit moment in beeld zijn. Een jaar geleden ongeveer waren we ook bij DeltaLink te gast in een vergelijkbare sessie, toen ook fysiek. Toen stonden we aan de vooravond van het onderzoek naar tracés. We hebben de omgeving nauw betrokken bij het totstandkomen van deze tracés en het effectenonderzoek. En dat heeft geresulteerd uiteindelijk in een drietal tracés. Om te beginnen een noordelijke aanlanding, zoals ze dat noemen. Dat zie je de lijn met, waarbij staat in kleine tekst MVL1X. Dat is ons noordelijke tracé. Daar zoom ik zo meteen verder op in. En we hebben twee zuidelijke tracés. Eentje ten westen van de Slufter. En eentje ten zuiden van de Slufter langs. Dat is overigens die grote waterpartij, als jullie dat niet weten. En dan langs de N15 noordwaarts. Dat is het MVL2I-tracé. En die eerste die noemen ze 2Z-tracé. Daarnaast zien jullie drie locaties voor dat mogelijke converterstation. Een locatie noord, een locatie midden en een locatie zuid. Dat zijn de drie locaties dus waar die omzetting zou kunnen plaatsvinden. En waarvan dan vervolgens het tracé verder loopt naar het driehoekje midden op de Maasvlakte, waar het bestaande station zich bevindt. Om even wat beter beeld te geven, heb ik nu twee kaartjes waar we wat verder inzoomen op die tracés. Dan wordt het wat concreter. Ik zoom eerst in op die noordelijke aanlanding. Daar zien jullie met die twee blauwe lijntjes in het noorden twee mogelijke tracés vanaf zee. Een oostelijke en een westelijke verbinding. Op dit moment wordt het Hollandse Kust Zuidproject, dus ook een net op zeeproject, gerealiseerd. Eén tracé vanuit zee. Land daar ten oosten van aan, een andere, zoals ze dat noemen, land ten westen daarvan aan. Dan is er een optie om meteen dat converterstation Noord, die onderzocht is, te gaan benutten. En vandaar af die wisselstroomverbinding naar het bestaande hoogspanningsstation centraal op de Maasvlakte te realiseren. Je kunt ook die gelijkstroomverbinding vanaf zee doortrekken naar locatie midden, wat linksonder op dit kaartje staat. En vanaf die locatie is een wisselstroomverbinding naar het bestaande station. Dat zijn twee scenario's die onderzocht zijn voor de noordelijke aanlanding. Maar deze aanlanding is wel van belang om te vermelden dat dit een vrij complexe situatie is. Dat heeft met name te maken met een vrij lange boring onder het Yangtze-kanaal door. En daarnaast zie je ook dat de ruimte zeer beperkt is, ook vanwege andere ontwikkelingen, zoals het Portos-project. Er komt ook een windpark aan de noordzijde van de Maasvlakte. We zitten daar ook met raakvlakken met Euromax, ECT. Dus het is een vrij complexe situatie, waarbij we wel bij het paarse deeltje van het tracé gebruik maken van de kabel- en leidingenstrook die daar gerealiseerd is en ook bedoeld is voor dit soort infrastructuur. Dan de zuidelijke aanlandingen, om even jullie mee te nemen, die twee tracés. Dan zie je dat we hier een aanlanding hebben vanaf zee. Dan kruisen we de zeewering met een boring. Die blauwe lijntjes zijn overigens de boringen. En de oranje lijntjes zijn de open ontgravingen. Dat betekent dat je een sleuf graaft, daar de kabel in legt en de sleuf weer dichtmaakt. We hebben hier om te beginnen het tracé ten zuiden van de Slufter langs. Dat gaat in feite, het tracé loopt dan via de Noordzeeboulevard. En vervolgens loopt het tracé langs de N15 noordwaarts en ligt dan onder onze bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding. Dat is overigens voor Tennet wel een belangrijk punt. Dat betekent dat je onder hoogspanningsverbinding die in bedrijven moet werken. Nou, dat is een situatie die we liever vermijden. Maar het is wel een tracé dat op zichzelf realistisch is om te beschouwen. Dus dat hebben we ook onderzocht. Het westelijke tracé, dat noemen wij het tracé MVL2Z, dat loopt in eerste instantie, komt via dezelfde locatie aan land, loopt ten westen van de Slufter, zeg maar in feite in de voet zeg maar, van die dijk die onder de Slufter ligt, zou je kunnen zeggen. Dan volgt een boring en lopen we verder noordwaarts, waarbij we uiteindelijk ook centraal de Maasvlakte uitkomen.
Ook bij de zuidelijke aanlanding zo dat beide tracés gebruik kunnen maken van het converterpark locatie Zuid. En vervolgens kunnen doorgaan met een tracé naar het bestaande hoogspanningsstation. Of door kunnen gaan in eerste instantie met die gelijkstroomkabel naar locatie Midden. En vanuit daar een connectie maken met het bestaande hoogspanningsstation. Deze tracés bevinden zich, en dat is wel goed om op te merken, allebei buiten de bestaande kabel- en leidingenstroken. We hebben daar met havenbedrijf Rotterdam uitvoerig over gesproken. En op dit moment heeft het havenbedrijf in feite de zorg dat die kabel- en leidingenstroken, ja, die capaciteit is heel beperkt. En zij willen die liever vrij houden op, om andere infrastructuur nog in te kunnen passen in die kabel- en leidingenstroken. Dus we hebben in overleg met het havenbedrijf onder andere gekeken naar mogelijkheden voor tracés buiten de kabel- en leidingstroken. En dat is gelukt. Dus die, dat zijn ook de tracés jullie die hier ingezoomd of ingetekend zien staan. Ik denk voor dit moment voldoende. Wat ik aangaf, een jaar geleden stonden we aan de vooravond van het effectenonderzoek. Inmiddels is er een milieueffectrapport, is ook gepubliceerd vlak voor de zomer. En we hebben een zogenaamde integrale effectenanalyse uitgevoerd. En die integrale effectenanalyse, daar zijn onder andere de onderzoeksresultaten uit het milieueffectrapport in verwerkt. Maar daarnaast is er ook aandacht besteed aan effecten op de thema's omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Nou, in het thema omgeving zijn alle relevante belangen vanuit de omgeving toegelicht. Daar is ook aangegeven hoe partijen tegen de verschillende tracés en converterstationlocaties aankijken. Uiteraard geldt het ook voor de tracés op zee, maar ik zoom nu even specifiek in op de Maasvlakte. Er is ook gekeken naar technische aspecten en technische haalbaarheid. Ik noemde net al het werken onder hoogspanningsverbindingen, maar ook de complexiteit van sommige boringen komt erin aan de orde. Ook kruisingen van bijvoorbeeld kabels en leidingen en dat soort andere infrastructuur. Nu ga je heel snel, Edwin, als ik even terug mag naar nog deze inderdaad. Sorry, de volgende. Ja, dankjewel. Ook is gekeken naar wat het betekent aan kosten. En er is gekeken naar het thema toekomstvastheid. In welke mate beperkt ons project andere ontwikkelingen of beperken andere ontwikkelingen de mogelijkheden voor ons project. Er is ook gekeken naar de energieinfrastructuur in de toekomst op de Maasvlakte. Er is natuurlijk veel te doen rondom waterstofontwikkeling. En alles wat daarvoor nodig is, dat komt ook terug in dat hoofdstuk. Dat zijn zeer uitgebreide documenten, zullen jullie begrijpen. Ik heb hieronder een enkele aspecten opgesomd die in ieder geval relevant zijn voor haven en industrie. Om te beginnen gelden er in die zone waar wij onze hoogspanningsverbinding aanleggen beperkingen. Je wilt voorkomen dat er veiligheidsrisico's ontstaan of schade aan hoogspanningsverbinding. Een ander belangrijk thema is natuurlijk de beïnvloeding, elektromagnetische beïnvloeding van andere kabels, leidingen bijvoorbeeld, maar ook van een spoor, andere bedrijfsinstallaties, dat soort zaken. Daar is ook aandacht aan besteed. De hele Maasvlakte ligt natuurlijk vol met andere kabels en leidingen. Alle drie de tracés die ik zojuist heb geschetst, kennen de nodige kruisingen, allemaal zo tussen de 35 en 40. Dat betekent ook dat in het vervolg van ons onderzoek, hier natuurlijk veel aandacht naar uit moet gaan om ook de afstemming te vinden met kabel- en leidingeigenaren. Ik denk dat ook het leidingoverleg dat Delta Links onder andere heeft in de haven ook voor ons een belangrijk platform gaat worden. Dat is ook iets voor het vervolg om in ieder geval bij stil te staan. Natuurlijk heb je ook altijd invloed op andere ruimtelijke zaken op de Maasvlakte. Je verkeer kruist natuurlijk andere verkeersfuncties. Tegelijkertijd zie je op de Maasvlakte ook dat er natuurlijk een hoop buisleidingen zijn met gevaarlijke stoffen. Dat er terreinen zijn waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dat is niet echt een onderscheidend aspect, maar dat is wel iets wat natuurlijk relevant is bij de verdere uitwerking van het project om daarop in te zoomen. De transformatoren op dat converterstation produceren geluid. Dat is ook een aandachtspunt dat in het milieueffectrapport aan de orde is geweest. Verder is bij de noordelijke aanlanding, met name de kruising van de Maasschuld, natuurlijk een relevant aspect. Je wilt daar stremming en hinder zoveel mogelijk voorkomen. En in de bouwfase is er natuurlijk ook de nodige aandacht. En dat komt nu ook al terug in de stukken voor eventuele hinder en met name ook het voorkomen daarvan. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat het bestaande hoogspanningsstation op de Maasvlakte is bijna vol. Als we dit project hebben aangesloten, is het volledig vol, om het zo maar te zeggen. Dat betekent dat er geen nieuwe aansluitingen kunnen plaatsvinden.
gezien de energietransitie en alle en de grote energiebehoeften en de elektrificatie, is er ook behoefte aan meer aansluitmogelijkheden in de toekomst. Een van de meekoppelkansen is een tweede hoogspanningsstation te realiseren. TenneT heeft dat opgenomen in haar investeringsplan. Op dit moment lopen de gesprekken erover om te kijken wanneer dat gerealiseerd zou kunnen worden. Om ook die toekomstige behoefte aan aansluitmogelijkheden te kunnen faciliteren. Het zal een project zijn als het doorgaat dat losstaat van dit project. Maar mogelijk dat het wel parallel aan elkaar kan worden gerealiseerd. En wij zien daar wel mogelijkheden voor ruimtelijk gezien op de locatie midden die ik zojuist heb getoond op het kaartje. De volgende slide graag. Dan de stand van zaken rondom het proces. Zoals ik juist heb aangegeven is het MER uitgevoerd. De integrale effectenanalyse zien jullie die vijf blokjes met die thema's terug die ik zojuist heb geschetst. Dat is vlak voor deze zomervakantie ter inzage gegaan. Via DeltaLinks is er ook een communiqué over verstuurd naar alle aangeslotenen. Daar hebben 11 partijen op gereageerd. Ook heeft de Commissie van Milieu Effectrapportage naar MER onderzoek gekeken. En gaan de regionale overheden die betrokken zijn, zoals gemeente Rotterdam, maar ook het havenbedrijven die daar een rol in heeft, 1 oktober een advies uitbrengen aan ons. Of excuus aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. En die gaat eind van dit jaar, verwachten eind november, een keuze maken voor het voorkeursalternatief. Dus daar worden die stukken in betrokken, plus de reacties vanuit de commissie, overheden en omgeving. Op het moment dat het voorkeursalternatief gekozen is, dan gaan wij de uitwerking van het voorkeursalternatief verder vormgeven en de voorbereidingen treffen voor om vergunningen aan te vragen. Dat betekent dat er ook in 2021 een intensief jaar aankomt qua participatie. De omgeving is al intensief betrokken, maar we gaan dat nog verder detailleren om dat voorkeursalternatief uit te kunnen werken en uiteindelijk ook tot een ontvankelijke vergunning aanvragen te kunnen komen. De volgende slide graag. Dan de totaalplanning, er zitten die elementen in die ik zojuist heb geschetst. Op het moment dat die vergunning aanvragen en het inpassingsplan in concept klaar zijn, gaan die ter inzake. Kan iedereen erop reageren met zienswijzes, voor zover die behoefte bestaat. Mogelijk dat er nog een Raad van State procedure volgt. We hopen in ieder geval in 2023 onherroepelijke besluiten te hebben. Waarna we in 2024 kunnen gaan starten met de bouw die zo'n 4,5 jaar in beslag gaat nemen. Vanaf het platform op zee tot met uiteindelijk de infrastructuur op de Maasvlakte. Hoe die fasering er precies uitziet, weten we nog niet. Alle aanbestedingen moeten nog gaan lopen. Maar dat is in ieder geval iets waar we tegen die tijd uiteraard intensief ook de omgeving weer bij betrekken. En ook uitgebreid over zullen communiceren. En we hopen uiteindelijk het project in 2029 in bedrijf te kunnen nemen. Dan de laatste slide. Nu even de websites met alle informatie en stukken die ik zojuist heb toegelicht. En onze contactgegevens. Dus we hebben al veel contact met belanghebbende partijen. Maar mocht je behoefte hebben om contact met ons op te nemen. Of het idee hebben, hey, ik word hier vergeten. Dan hoor je dat natuurlijk heel erg graag. En we staan altijd open voor gesprek en verdere toelichting. Dat was het, Edwin. Dankjewel, Camiel. Een hoop informatie, maar wel denk ik heel erg nuttig. Ik heb een vraag, maar ik zie ook een vraag van Anan Manschot. Die stelt de volgende vraag. Hoe loopt het tracé van kabels vanaf het hoogspanningsstation naar het achterland? Ook in relatie met een tweede hoogspanningsstation. Kun je daar iets over zeggen? Ja, het bestaande hoogspanningsstation op de Maasvlakte maakt onderdeel uit van de zogenaamde ringstructuur. Dat betekent dat een hoogspanningsstation is altijd verbonden met twee hoogspanningsverbindingen. Dat is om te voorkomen dat er problemen ontstaan als er één verbinding uitvalt. Hè. Dus je kan altijd nog het hoogspanningsstation voeden via de andere verbinding. Maar wij maken dus gebruik van het bestaande hoogspanningsnet dat gekoppeld is aan het bestaande hoogspanningsstation door de Maasvlakte. Dus het hoogspanningsnet in het achterland hoeft niet aangepast te worden. Dit hoogspanningsstation heeft dus ook voldoende capaciteit om die energie af te voeren naar het achterland. En dat geldt in feite ook voor het tweede hoogspanningsstation. Als het tweede hoogspanningsstation er komt, wordt het, zoals wij noemen, ingelust in die ringstructuur. Dat betekent dat het een verbinding komt naar dat hoogspanningsstation toe. En vervolgens van dat hoogspanningsstation naar het bestaande hoogspanningsstation. Dus je krijgt dan in de ring, in de cirkel, een extra hoogspanningsstation. Maar ook het hoogspanningsnet naar het achterland hoeft daar niet voor uitgebreid te worden. Oké. Ik denk dat dat de vraag van Anand wel zal beantwoorden. Ja, ik zie het. Dat is mooi. Twee dingetjes.
Je maakt veel gebruik van Deltalink. Daar zijn wij blij mee. Ik denk dat wij voldoende kanalen hebben, ook voor 2021, 2022, om jullie daarbij te faciliteren. Een aantal zijn al bekend bij je. Dus blijf daar vooral gebruik van maken. Ik zelf heb ook de leidingstrookwerkgroep. En ik weet dat de partijen die daarin zitten graag zo vroeg mogelijk in het proces worden aangehaakt. Dus schroom vooral niet om daar langs te komen. Graag. Nog één vraag. Welk alternatief er ook gekozen wordt. Jij zei net, met het havenbedrijf is afgesproken om niet via de bestaande leidingstrook te werken, maar apart. Geldt dat voor alle alternatieven die je op de Maasvlakte benoemd hebt? Nee, voor het noordelijke alternatief geldt dat niet. Omdat daar simpelweg geen ruimte is. Dus daar zou je als dat alternatief wordt gekozen door de minister, zouden we wel gebruik maken van de kabelleidingstrook. Ik moet wel, kijk, uiteindelijk is de tender maakt de keuze niet. Wel hebben wij op basis van het onderzoek dat uitgevoerd is, als je dan door je oogharen heen kijkt, lijkt het wat minder aannemelijk dat die noordelijke aanlanding wordt gekozen. Uiteraard kunnen we niet voorstuderen op de keuze van de minister, maar als je alles beschouwt, dan is die zuidelijke aanlanding, met of ten zuiden van de Slufter of ten westen van de Slufter, lijkt wat kansrijker te zijn. Ja. Duidelijk. En die liggen allebei buiten de kabel- en leidingstroken. Mooi, helder. Ik kijk snel nog even naar handjes of andere opmerkingen. Zo niet, dan zitten we nu 2 minuten over de afgesproken tijd heen. Dus dat is denk ik acceptabel. Als er verder geen opmerkingen zijn, dan wil ik alle sprekers enorm bedanken voor de informatieverstrekking. Het was veel zenden, maar ik denk dat dat ook niet anders kan bij dit soort grote projecten waar jullie mee werken. En ik wil graag alle leden bedanken voor hun tijd om bij het aanwezig te zijn. En schroom vooral niet om ons daar feedback op te geven. We blijven dit doen. En we horen graag hoe dit, ook al is het digitaal, hoe we het beter kunnen doen. Dus jullie input is erg wenselijk daarvoor. Nogmaals dank aan iedereen. Ook aan mijn collega Jacqueline. En ik wens jullie een hele fijne dag. Tot ziens.